Piranha movies. Oh, ik ga wel gewoon zitten en ik doe niks meer. Of ik begin gewoon mijn filmpje met de immers klassieke one-liner. Yo, what up gasten? Vandaag is het weer tijd voor dat oude, leuke, vertrouwde moment waarop ik vragen ga beantwoorden die deze keer niet van jullie zijn. Nee, jullie vragen vond ik simpelweg niet leuk genoeg. Dus ben ik origineel genoeg geweest om gewoon een paar vragen te pakken van Google en die vragen te beantwoorden. Dit klinkt natuurlijk heel erg simpel, maar... ja, dat is het eigenlijk ook. Laat je de deuren van je klerenkast open of doe je die netjes dicht? Ik heb technisch gezien geen kast meer in mijn kamer staan. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik natuurlijk wel een kast heb. En als ik iets heb gedaan bij mijn kast, doe ik hem natuurlijk netjes dicht. En ongeveer 10 uur daarna kom ik eindelijk weer uit de kast. Jongen, jongen. Neem je shampoo en andere spullen mee uit je hotelkamer. Ik zou nooit iets stelen uit een hotelkamer, oké? Dat is gewoon een lullige, asociale... Het is niet van mij hoor, dit heb ik een keer gevonden. Heb je wel eens een verkeersbord gestolen? Ik steel geen verkeersborden, het enige wat ik nu nog steel is de harten van vrouwen. Van Katja, afgelopen weekend. Kan je dansen? Oh ja, zeker. De haters ontkennen het, maar ik weet al heel lang dat ik het kan. Ik heb het alleen een tijdje geheim moeten houden, want... er komt een periode in de toekomst waarop aliens een allerlaatste dance battle eisen tegen onze bevolking. En dan zal ik mezelf moeten onthullen als... de avatar van het dansen. Turn down for what? Maar dat is pas in 2067. Hoe heette dat nummer dat je daarnet gebruikte? Dat is The Root Sandstorm. Gebruik je graag post-its? Ik heb in het verleden wel eens een keer een post-it gekocht. En dan gebruikte ik hem hier thuis. En dat begint dan 1 keer per maand. En dat wordt dan wekelijks, dagelijks, meerdere keer op een dag. En op een gegeven moment had ik mezelf niet meer onder controle. Ik gebruikte zoveel post-its dat ook mijn familie zoiets had van... Bardo, het gaat niet goed. Stop met dit post-it gebruik. Ik kon niet stoppen. Ik wou overal mijn post-its plakken. Gebruik je ook airmiles? Je gebruikt 1 airmile, dan worden er 1000 en dan worden er 10.000. En dan kan je niet meer stoppen. Word je liever aangevallen door een beer of door een zwerm bijen? Ik heb genoeg Disney-films gezien om te weten dat beren superleuke, vriendelijke wezens zijn. Ze dansen, ze zingen, ze praten, ze lachen. Het is een leuke wereld. Dus daarom kies ik natuurlijk... voor de bijen. Vind jij het kunnen als mannen roze dragen? Ik draag het nu, maar het ziet er niet uit, echt waar. Je zou nog veel liever gewoon een soort YouTube merchandise kunnen dragen. Zo, hier. Nu ben ik weer terug bij waar ik was. Zo. Ga verder met de video. Met hoeveel mensen ben je naar bed geweest? Ik vind dat jij telt als eenhoorn. Je bent mijn favoriete eenhoorn. Joost. Heb je een 1- of 2-persoonsbed? Moet je kijken, Joost. Ooit komt er iemand en dan heb ik niet voor niks dit 2-persoonsbed gekocht. Waar bewaar jij je meest waardevolle spullen? Je meest waardevolle spullen moet je natuurlijk verstoppen op een plek waar nooit iemand zou zoeken, waar niemand ooit zou komen. Een plek waar niemand doodgevonden wil worden. Dus ik heb gekozen om mijn meest waardevolle spullen bij mij in bed te leggen. Dat is zoveel YouTube geld. Auw. Heb je wel eens wat verloren? Ik heb zeker weten een strijd verloren. Namelijk de strijd van de vaginale schimmel. Ik heb ongeveer 2 jaar lang dit nummer wat je nu hoort gehad in mijn eindscherm van Banjo Movies. Dat heb ik mede gedaan omdat er een reclame op tv was van vaginale schimmel met dit vrolijke liedje eronder. Het begint met vervelende jeuk hier. Ik dacht bij mezelf, die reclame van vaginale schimmel die gaat vast wel naar een jaar van de buis af. Maar dat is nooit gebeurd. Nee, nee. Dus heb ik uiteindelijk na 2 jaar maar dat nummer verwijderd omdat ik te veel geassocieerd werd met vaginale schimmel. En Gino crème of tablet. Nu, zonder recept. Dans je wel eens zonder muziek? Ik weet niet of je dansen mag noemen. Het lijkt meer alsof ik een soort epileptische hartaanval of wat dan ook krijg. Echt waar, als je mij ziet dansen, moet je wachten tot 2067. Oh! Kou je op pennen? Nee, ik vind op pennen kouwen een van de meest ranzige dingen wat je kan doen op deze aarde. Dus daarom bewaar ik ook al mijn pennen zorgvuldig op een bord. En eet ik mijn pennen op zonder te kouwen, want dat is ranzig. Wat is je favoriete nummer van deze week? Dat is nummer 27 met een beetje extra rijst. Bardo, wanneer is het einde van de video? Nu! Yo, dat gasten, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Banjo Movie. Hopelijk heb je ervan genoten. En als jij een vraag hebt voor mij, laat hem vooral weten in de reacties hier beneden. Zodat ik de volgende keer niet meer hoef te googlen naar die vragen, maar gewoon jullie vragen kan beantwoorden. Hoe dope zou dat zijn? Abonneer ook vooral hier beneden, want ik upload elke zondag een video. En ik heb ook goed nieuws, want ik ben afgekikt van de post-it verslaving. Zoals je nu kan zien, gelukkig ben ik er vanaf gekomen. En Airmiles is nog een gevalletje apart.
Bedankt voor het kijken en je vragen. Volgende week zondag een nieuwe Banjo Movie. Water! Banjo Movies every Sunday at 2 o'clock.